verstaan. Ik wil met u lezen uit Genesis 2. En vooraan in vaders boek. Ik ben heel blij met de Bijbel. Want ik wil mij optrekken aan wat God zegt. Doe wat God zegt. Niet wat mensen zeggen, maar wat God zegt. Ik lees met u twee teksten vanuit Genesis hoofdstuk 2 en de versen 8 en 9. Dat is geen onweer hoor, dat is gewoon de luidspreker die u hoort. Goed, voorts plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten, vers 8 en 9. Genesis 2, vers 8 en 9. Dan is het niet even. Zo, nu is het een beetje rustig. Ik had een beetje achtergrondmuziek. Ik ga nog een keertje opnieuw beginnen. Genesis 2, vers 8 en 9 lees ik vanmiddag. En daarna willen wij met elkaar daarover denken. Ja, luistert u, als u geen Bijbel hebt meegebracht, even hoort u altijd een Bijbel bij u te hebben. Want dat is het zwaard van een christen. Ja, luistert u. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens, in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Tot zover het woord van de Heere. Heere God, zegen uw woord. Wilt u ons vanmiddag leiden door uw geest, opdat we uw woord kunnen ontvangen als een levend woord. En dat uw woord iets aan ons lichaam gaat doen. Aan onze gehoor, aan ons hersenen, aan ons verstand. Opdat wij ons mogen richten aan uw woord. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Mag ik u vanmiddag een vraag stellen? Nou hoor. Van welk punt in een bos loopt je bos uit? Rijntje. Hij heeft geen punt. Uit het midden, zegt Cor. Juist uit het midden. Juist uit het midden, daar loop je het bos uit. Ja. Nou, de Heere God, die heeft de mens gemaakt. En hij, als je dan de Bijbel leest, dan raakt hij niet uitgesproken hoe hij de mens gemaakt heeft. Want hij heeft u en mij gemaakt naar zijn beeld. God schiet de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. God raakt niet uitgesproken, want hij heeft de mens lief. God heeft u lief. Weet u, hij, de schepper van hemel en aarde, in het gewelf waar wij nu staan, daar is God de koning, hij is de heerser. En hij houdt van de mens, hij houdt van u. U heeft God in de hof van Eden allerlei bomen gemaakt, want een bos bestaat uit bomen. En in het midden van het bos, daar heeft hij een boom geplant en die noemt hij de boom des levens. Benevens, zegt de Bijbel, ook nog een boom van kennis van goed en kwaad. Heel veel mensen denken,
en die prediken dat ook, dat God daar een appelboom heeft geplant. Een appelboom en daar heeft de mens een appeltje van geplukt. De eerste mens was dus een hofjezinger. Ken je dat woord, hofjezinger? Ken je dat niet, hofjezinger? Of is dat een Fries woord, Jan? Ja, Fries. Hofjezingers, dat zijn mensen die stiekem het hof binnenkomen en een appeltje pikken. Wij zeggen dus in Friesland hofjezingers. Ja? Dus wij hebben nog een woordje erbij wat jullie niet hebben, Grunningers. Ja? Maar laat mij u vanmiddag vertellen dat dat helemaal niet in de Bijbel staat. Dat hebben de mensen erbij bedacht. En daar prediken mensen over. Die zeggen, door een appeltje is er zoveel nood in de wereld gekomen wat u om u heen ziet. Laat mij u zeggen dat dat niet waar is. Dat is fantasie. Dat is van de tegenpartij, want die wil God kleineren. God die ziet op een appeltje. Nou, we hebben een ruimdenkende God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En hij houdt van u. Hij houdt van mij. En er is er met hem alles aangelegen dat het u en mij wel gaat. Weet u dat? Er is God alles aangelegen dat u en mij het wel gaat. En als het niet wel gaat in uw leven, dan ligt het aan u. Aan uzelf. Misschien aan uw kennis. Misschien heeft u niet genoeg kennis van het woord van God. Want als u gaat staan in het woord van God, dan gaat dat woord wat doen in uw leven. En ik kan het u, ik breng het evangelie al meer dan 55 jaar. En ik weet hoe dat woord van God werkt. Ik heb gezien hoe mensen vrij werden wanneer ze hun hart openstelden voor het woord van God. Ik heb gezien hoe mensen genezen werden toen ze het woord van God aanvaarden. Ja, Gods woord is een krachtig woord. Hoe zit het met die bomen? Weet u, die bomen, dat zijn eigenlijk mensen. Mensen. En de Bijbel die spreekt in 1 Koningen 9 over een gelijkenis over bomen. De bomen die God geschapen heeft. U kunt het vinden in Richteren 9 vers 8 tot en met 15. Richteren 9 en daar staat een hele mooie gelijkenis over de bomen. De bomen, wij mensen lijken op bomen. Want wat bomen overkomt, het gaat over het nemen van water. De bladeren. De vrucht dragen. Wij mensen lijken op bomen en daarom gebruikt de Bijbel heel vaak het voorbeeld van de bomen in plaats van de mens. Daar ga ik vanmiddag iets van vertellen. In Richteren 9 staat dan dat de bomen onder elkaar gaan communiceren wie koning over hun zal zijn. Dat vindt u in Richteren 9, wat ik u nu vertel. Het eerste is de olijfboom. En weet je hoe mooi dat het is? In de meeste gevallen staan bomen in groepsgewijs. In de meeste gevallen heb je bomen van hetzelfde soort bij elkaar. Dat is net zoals mensen. Mensen die scharen zich als groepen bij elkaar. Die voelen zich het meest thuis in hun eigen groep. Zo is het ook met de bomen. Sommige bomen zijn aan de grond
geaard aan de grond waar ze geplant zijn. Zo heb je ook over de hele wereld verschillende bomen. Ja? Verschillende soorten van bomen. Verschillende soorten van mensen. De olijfboom die is rijk aan olie. En die getuigt van de zalving van de Heere God. En die zegt, hij wil eigenlijk geen koning zijn om over anderen te heersen. Dan gaat hij naar de vijgenboom. De vijgenboom met zijn heerlijke vruchten, met zijn zoete vruchten. Weet hij, dat getuigt eigenlijk van de oudsten, van de diakenen, laten we zeggen, van de gemeente. Want zij verzorgen de mensen naar het woord van God, opdat de mens heel dicht bij God zal leven. Ook de vijgenboom wil niet heersen. Die zegt, nee, 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 ik heers niet. Dan komt de druivenboom, de druif. En die zegt, nee, nee, ik breng vreugde en blijdschap over de mensen. En wat heb je niet, de mensen die alleen maar vreugde brengen onder de mensen. En de druivenboom wil geen koning zijn. Leest u maar dit verhaal wat ik u nu vertel, staat in uw eigen Bijbeltje. Richter in hoofdstuk 9. En dan is daar dan de doornstruik. Doornstruik is geen boom. Is meer een struik. Ja, die zegt, ik wil wel koning zijn. De doornstruik wil wel koning zijn. Hij zegt, kom maar in mijn schaduw zitten. Nou, alles wat kan. Bij een doornstruik kun je haast niet in de schaduw zitten, want ze hebben bijna niet eens bladeren. Ze hebben alleen grote doornen. En dan zegt die boom, die doornstruik, die zegt, maar als je niet doet wat ik zeg, dan stek ik je in brand. En dan ga ik die cederbomen, want de ceder is er ook nog bij, die cederbomen ga ik vernietigen. Want ik ben dan de koning en je hoort in mijn schaduw te zitten. En dat is het heersen. De Heere God wil, en zo heeft Hij de mens geschapen, dat de mens vrij is. U en ik, wij behoren vrij te zijn. Vrij van onderdrukking, vrij van gebondenheid, vrij van banden, vrij dat je vrij de Heere kunt dienen. Zo heeft God de mens geplaatst in de Hof van Eden. Vrij. Maar heel veel mensen luisteren met hun oren wat anderen zeggen. Weet u, God heeft de mens geschapen om eeuwig te leven. De boom van leven. Eigenlijk is dat een bron waar je uit kunt putten. Een bron van eeuwig leven. En die bron die vind je in de Bijbel. De boom van kennis goed en kwaad, dat is, ik heb het al eens eerder gezegd, dat is eigenlijk bestemd voor mensen die vijfbeens lopen. Ze willen goed doen, maar ze houden ook van het kwade. Ze willen luisteren naar het goede, maar het kwade hangt hen ook aan. Kennis van goed en kwaad. En weet u, als je dat hebt, dan werkt het evangelie niet meer in je leven. En daarom is Jezus Christus gekomen als boom van eeuwig leven om ons mensen te verlossen van die boom van kennis goed en kwaad. U ziet het om u heen, hoeveel mensen goed spreken. Ze zijn blij met een heel zondags gezicht.
maar even later, als ze in zichzelf gekeerd zijn, dat ze boos zijn. Want hun eigen ware aard is boosheid. En ze mogen graag spreken over andere mensen, wat die wel niet betekenen. Mijn broeder en mijn zuster, daarvoor is Jezus gekomen om u daarvan van te verlossen. Om u vrij te kopen. Heel veel mensen denken, als je zo'n openluchtdienst hebt, dat je moet spreken over de verloren zoon. Want in zo'n openluchtdienst zal altijd wel mensen zijn die niet bij de kring behoren. Of van het verloren schaapje. Of een verloren pengeske. Daar moet je eigenlijk over preken. Maar ik wil vanmiddag daar niet aandacht aan geven. Want ik weet, God houdt van u wie je ook bent. Als je nu gelovig bent of niet gelovig, amen. God houdt van u. Amen. En waar het om gaat is dit. Dat wij verlost worden van die gebondenheid, van die kennis van goed en kwaad. U kent het, u weet het heel goed. Psalm 1 zegt, gelukkig is de mens die niet, of ik laat me het zeggen zoals het er staat, welzalig de mens die niet wandelt in de kring der spotters. Daar staat eigenlijk, de mens die niet in de kring der spotters zit, die is gelukkig. En als je niet in de kring van spotters zit, ja, dan heb je geen vrienden die God loochenen, die God niet kennen. Maar je hebt een keuze gemaakt in je leven. Ik wil dat mijn vrienden noemen die God als levende Heer erkennen en die God dienen. Dat zijn mijn vrienden. Ik zit niet, ik sta niet en ik loop niet in kring der spotters. Maar ik heb een keuze gedaan. En de Bijbel die zegt, welzalig die niet wandelt in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. Die aan het woord van God zijn welgevallen heeft. Die, ja, dat is wonderbaar. Je hoort heel vaak zeggen de hele dag en nacht welgevallen. Maar een mens kan toch maar 10 minuten niets opnemen. Nou, de Bijbel zegt, dat zalig de mens die Gods woord overpeinst bij dag en bij nacht. Want die heeft het toegepast aan zijn leven. Hij leeft vanuit het woord van God. Hij zegt, God heeft gezegd. En weet u wat God gezegd heeft? Dat regeert in de wereld. En niet de leugen. De leugen regeert niet in de wereld. Wij zullen de gerechtigheid zal de wereld regeren. Het eindantwoord van God, dat is dat Jezus Christus de leiding krijgt over de gehele wereld. Dat waarheid en gerechtigheid zal regeren. Weet u, dat is de boodschap. De boodschap voor u en voor mij, dat wij zullen allemaal bij die boom van kennis en goed en kwaad zijn geweest. Wij zullen allemaal bevlekt zijn met die geest van kwaad spreken. En wij hebben ook allemaal die liefde in ons hart om ook goed te doen. Want laat mij u zeggen, alle mensen zijn diep in hun hart bereid om goed te doen. Alle mensen hebben diep in hun hart de bereidheid om goed te doen. Dat heeft God daarin geplaatst. Want laat me u zeggen, vanuit huis zijn wij allemaal christenen. Want wij zijn door God geschapen. Alle mensen zijn door God geschapen en wij behoren hem uiteindelijk toe. Maar we moeten de keuze maken, omdat we gegeten hebben van die boom van kennis van goed en kwaad. En dan moet u mij niet zeggen dat u daar niet aan meedoet. Alle mensen hebben daar aan meegedaan. Totdat Jezus Christus in hun leven komt. En als Jezus Christus in hun leven komt, dan maakt hij een scheiding.
Hij zet u vrij. Hij geeft u een nieuw hart. Nieuwe gedachten. Iets dat God wil dienen. Iets wat meer wil van God. Zij gaan Gods woord onderzoeken. En Gods woord maakt de mens vrij. Gods woord zet de mens apart. En dan ben je een christen. En dan ben je een zoon van God. Weet u, de wereld wacht dat de christenen, die zonen van God zijn geworden, dat die zich gaan openbaren. Amen. De tijd is voorbij om alleen maar op het stoeltje te zitten. De tijd is aangekomen dat de christenen, de ware christenen, die God hebben leren kennen als een machtige God, een verlossende God, als een levende God, dat die christenen gaan opstaan en zeggen: de Heer regeert. Het is uit met de onderdrukking. En wij zien steeds meer de duisternis toenemen in de wereld. Het is tijd dat de christenen wakker worden. De tijd van slapen is voorbij. We moeten wakker worden. Het is nu de tijd om God te loven en te prijzen. Het is tijd, want de komst van Jezus Christus is aanstaande. En als Hij terugkomt, heeft Hij dan nog een volk wat wakker is? Kunt u wel dat verhaal van die wijze en dwaze maagden? Ja, nou, de wijze maagden, zij worden wakker. En die hebben olie in hun lampen. En het is de bedoeling dat we hier vanuit oosten van Groningen het licht gaan brengen over de hele provincie. Jezus leeft en Hij regeert. En als u wakker wil worden, word dan wakker en ga meewerken. De mensen vertellen die in het duisternis leven: er is een nieuw vuur. Een vuur van de Heilige Geest. En God die geeft dat. Kom en koop, zegt de Heere God van mij. Voor niks. Neem het van mij. Beste mensen, het is voor u. Het is voor mij. Het is nieuw leven. Een nieuwe aanraking van God. God is op zoek naar mensen die bereid zijn om hun leven te geven en te getuigen van die levende God. En dat kan je alleen als je God... Ja, nog een paar druppels water. Ik ben niet van zout dat ik oplos. Weet nu, ik ben een zout. Dat wil ik zijn. Een zout en zout. Ik zou zo graag willen dat u vanmiddag zegt: Gerrit, ik heet Gerrit. En als je mijn naam niet te hard, te snel zegt, dan zeg je gered. Ja, want ik weet mij gered door het bloed van Jezus. Ik weet dat ik een kind van God ben. En daarom ik hou van de Heere God. En ik hou van zijn woord. En de Heere God wil dat geen één mens verloren. God houdt van u. En hij wil een keer brengen in uw lot. Hebt u droefheid? Hij wil het veranderen in vreugde. Bent u ziek? God wil genezen. Hebt u leiding nodig? God wil geven zijn Heilige Geest. Als u kennis nodig hebt, God heeft zijn woord gegeven om hem te verstaan. Want God staat waak over zijn woord om dat te doen wat hij gesproken heeft. Niet meer en niet minder. Wij moeten terug. Waar moeten we naartoe? Terug naar het woord van God. Want dat woord, dat gaat ons vrijmaken. Dat gaat ons gelukkig maken. Dat geeft ons visie. Dat geeft ons kennis. En als je de kennis hebt, dan laat je je niet meer heen en weer slingeren. Want dan zeg je: God heeft gezegd. En dat zijn Jan en Margriete van plan hier in beeld. Mensen de kennis bij te brengen van: beste mensen, laat je geen praatjes meer vertellen. Laat je geen fabels vertellen.
maar kom terug naar het woord van God. Gods woord is waar. En het zal doen alles wat God gezegd heeft. Weet u, en er staat daar in Jesaja. Ik zal even zien waar het staat. Jesaja 4 vers 5. Daar zegt de Heere God dit. En dat is een wonderbare tekst, dat moet u lezen. Dan zegt de Heere God, als jij doet wat ik zeg, als jij je oor neigt naar mij toe, dan ga ik je beschermen. Ik zal overdag als een volk boven jullie zijn, opdat je bescherming geniet. En des nachts zal ik bij jullie zijn, want dan zal ik een vuur bij jullie zijn. Als een vuur. Ik zal je nooit alleen laten. Ik zal je beschermen als je doet wat ik zeg. Ik wil de Veerdemers, ik wil de Groningers oproepen. Beste mensen, ga doen wat God zegt. Laat je niet afhouden van mensen, maar doe wat God zegt. Misschien ben je alleen, maakt niks uit. Ga staan en geef je hart aan Jezus en volg hem. Of wat mensen ook zeggen, doe wat hij zegt. En dan gaat hij je zegenen. Hij gaat je zegenen. Hij wil dat je gelukkig wordt. Weet u, Paulus die zei in Romeinen, hoofdstuk 8 vers 7, ik ben een ellendig mens. Wie kan in mijn leven een keer brengen? Wie? Ik probeer alles, maar dat lukt me niet. Weet u, als ik het goede wil doen, dan doe ik precies het verkeerde. Wat ben ik een ellendig mens? Misschien bent u zo. Ik probeer het goede te doen, Gerrit, maar het lukt mij nooit. En dan zegt Paulus, ik weet wie het wel kan. Dankzij Jezus Christus kan er een keer komen in uw lot. Dat het verkeerde afwendt van jou. En dat je vrij wordt. Alleen door Jezus Christus kan de mens vrij worden. Gebondenheid wordt verbroken. Alleen door Jezus Christus. Weet u wat ik in Openbaringen 22 zo voortreffelijk vind? En daar wil ik mee afsluiten. Openbaringen is zegt dat de mensen die in Jezus Christus geloven, die zullen zijn als bomen geplant aan waterstromen, die hun vrucht geven op hun tijd, welks loof niet verwellen. Weet je, ze hebben geen herfst, er is geen herfst in hun leven, maar er is 12 maanden per jaar dragen ze vrucht en dan 12 maanden per jaar blijft hun loof groen. Waarom? Omdat zij aan de bron van eeuwig leven zijn geplant. Weet u, we zijn terug bij de eerste tekst. God plant in de hof van eeuwen de boom des levens. En die boom is er nog steeds. Die boom is er nog steeds. Net zoals die boom van kennis goed en kwaad er nog steeds is. Zo is die boom van des levens nog steeds aanwezig. En weet u wie die boom is? Jezus. Dat is Jezus Christus. En mijn Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren. Heden. En heden. Nog dezelfde. En morgen. En overmorgen nog dezelfde. Laat hem toe in uw leven. En dan zul je zien dat je leven radicaal verandert. Amen.